via Cultura Weekend Magazine met Suzanne de Groot en Inge Stevens over Geef het Dordt. Aangeschoven. Inge, hi. Goedemorgen. Ik moet altijd heel goed denken van, we kennen elkaar ook vanuit een andere hoedanigheid. Klopt, maar ja. Daar zitten we hier allebei niet voor. Jij wilt graag aandacht vragen voor iets waarvan toen ik het op in mijn informatie over deze uitzending langs zag komen, echt even achter mijn oren moest krabben. Menstruatiearmoede. Klopt. Is een term die mij tot kort van tevoren niet bereikt had. Maar het schijnt echt wel en een nijpend probleem te zijn en huge. Klopt, ja. Er is ongeveer wat bekend is, 25.000 meiden in Nederland, jonge meiden, die door middel van armoede niet in staat zijn om maandverband of tampons te kunnen kopen. Nou, praten over menstruatie is eigenlijk wel iets wat een taboe is. Mm-hmm. Dus ik verwacht dat het eigenlijk om veel meer meiden gaat die er dus echt over durven te praten. Dus je denkt dat je met die 25.000 het spreekwoordelijke topje van de ijsberg te pakken hebt? Ja, dat denk ik zeker. En ik denk dat je daar ook in Dordrecht mee te maken krijgt. Of mee te maken hebt, moet ik zeggen. En ik weet wel voorbeelden van meiden die daar geen geld voor hebben. Of jonge moeders bijvoorbeeld, alleenstaande moeders. Die dan een keuze moeten maken van, moet ik eten kopen of kan ik maandverband kopen? Ja. Nou, de keuze voor eten ligt voor op zich. En dat betekent vaak dat ze zich dan met een beetje lopen te kloten met, sorry voor het woord, met wc-papier of met sokken of met vodden. Mm-hmm. Of heel lang iets dragen, een maandverband of wat dan ook, wat weer allerlei infectiegevolgen voorzien heeft. Dat aanmodderen, zal ik dan maar zeggen, dat lijkt mij een gezondheidsrisico teweeg te brengen. Klopt. Nou, ik heb contact gehad met de voedselbank hier in Dordrecht van, goh, hoe gaan jullie daar nou mee om? Nou, voor hun was dat ook nieuw. Hè? Dat is toch wel iets wat ik telkens merk als ik het over menstruatiearmoede heb. Dan zit iedereen me aan te kijken van, mensen, waar heb je het over? Ja. Snap ik. En ik denk, bij de voedselbank is het op dit moment, gaan ze het wel in bestuur, gaan ze overleggen van, goh, gaan wij dit ook verstrekken? En dat heeft mede te maken dat er op dit moment een actie rond het maandverbandmerk Always loopt. Dat op het moment dat je nu voor 2 november een pak Always koopt, dan doneert Always gratis een pak maandverband aan de voedselbank. Ja, dan op zich prettig dat zo'n merk daar aandacht aan besteedt. Ja. Misschien wat vroeg in het proces als het gaat om de awareness voor dit probleem. Daar ben ik met je eens. Ik denk dat het eerst maar eens een keer meer bekendheid moet gaan krijgen. Meer duidelijk moet zijn dat je daarover kan praten. Ik heb ook gekeken van, goh, hoe gaat dat nou hier op de scholen, op het middelbaar onderwijs? Van hoe gaan? Nou, daar zie je ook dat mensen er nog steeds niet over praten. En ik denk dat we het daar eerst over moeten hebben van, ga dit onderwerp bespreken. Zorg dat die taboe eraf is, zodat daar ook makkelijker voorzieningen voor getroffen kan worden. Wat ik me herinner en aangeschoven is ook Suzanne van Geef het Dordt. Wat ik me herinner van überhaupt armoede als onderwerp, dat weet ik ook van Riet Duikers, die daar vanuit Platform Armoede veel mee bezig is, is dat armoede in den brede al een taboe onderwerp is. En dan moet je je met dit specifieke item, vraag ik dan ook maar even aan Suzanne, nog verder nadrukkelijker blootgeven dan alleen al het feit dat je in armoede leeft. Ja, absoluut. Kijk, en dit is een dingetje wat voor mij ook natuurlijk nieuw is. Ja. Dit is ook iets toen ik het voor de eerste keer hoorde. Armoede, menstruatiearmoede. Ja, maar goed, als jij een gezin hebt met 2 dochters en moeder menstrueert zelf ook nog. Nou, het is een flink budget hoor. Ja. Het kost echt wel wat. Ja. Sta je niet bij stil, maar het is er wel. Ik ben dubbel gehandicapt, want ik sta er als man sowieso veel te weinig bij stil, denk ik. Ik snap dat best een heel nijpend issue is. Heb je ook al aangeklopt bij de verantwoordelijke wethouder in Dordrecht die het armoedebeleid vormgeeft? Ik bedoel, hoe probeer jij de bewustwording op gang te brengen? Ja, ik heb het in ieder geval bij Peter Rijkoop, dat is de verantwoordelijke wethouder op trend armoedebeleid.
Nou, hij heeft aangegeven van dat het voor hem ook eigenlijk iets nieuws is. En daar ook naar wil kijken en eventueel wil kijken van, goh, als je daar hulp bij nodig hebt. Maar er lopen ook al wat acties in Nederland, dus ik denk van dat we daar eerst naar moeten kijken. Eén actie is bijvoorbeeld van, die heb ik gebeld, de Linda Foundation van Linda de Mol. Mm-hmm. En zij gaan nu overwegen om in het begin van het voorjaar alle middelbare scholen in Nederland 1 jaar gratis maandverband en tampons te gaan doneren. Ja. Dus waar het me dan om gaat is van, ook met het onderwijs van, ga erover praten. Laat zien aan meiden dat het een onderwerp is waar je over mag praten. Zeker als het thuis ook armoede is. Omdat je daarmee misschien breder kan gaan kijken van wat er aan de hand is. Dat lijkt me heel erg belangrijk. Wel mooi dat zo'n foundation dan die middelbare school, ik neem aan ook het mbo dan, maar er in die zin in betrekt dat daar in ieder geval die middelen en die voorzieningen gaan worden aangeboden. Hoort het ook thuis in het pakket van de voedselbank? Ja, dat is wel iets waar ik bij de voedselbank neergelegd heb en daar gaan ze nu over praten. Want in principe zeggen hun, hoort het niet bij ons, wij verstrekken alleen voedsel. Ja. Maar ja, goed, ik denk op het moment dat je kan kijken van als dit echt een noodzaak is, wat ik ook vind dat het een noodzaak is, ja, dan zou je als voedselbank daar ook aan mee moeten gaan werken. Ja, ja, nou, de voedselbank is inderdaad één manier. Ik kan me voorstellen dat ze zeggen, wij richten ons primair op het voorzien van voeding voor arme gezinnen en materieel, dat ligt dan maar bij andere instellingen die zich daarmee bezighouden. Nou ja, geef het dort. Ja, jullie houden je bezig ook om bij armoede in ieder geval materieel, meubels, allerlei dingen aan te bieden. Ja. Ik heb je lang geleden al een keer in een uitzending van Via Culturen gehad, maar praat nog eens even bij van hoe ziet Geef het Dort eruit? Wat doen jullie voor mensen die met armoede te kampen hebben? Nou ja, dat is alweer even geleden natuurlijk. Sinds de laatste keer zijn we best wel uit onze jas gegroeid. Ja, jullie zitten op een nieuwe locatie ook. Ja, op de Merwedestraat hebben we een flinke opslag, die inmiddels bijna ook alweer te klein is. Maar ja, goed, wanneer stop je? Ja. We zijn nu inmiddels uitgegroeid. We zijn heel breed geworden, laat ik het zo zeggen. De basis is natuurlijk de meubelen. Die krijgen we geschonken vanuit overal vandaan. Ja. Zeker van particulieren. En we zijn nu zo groot dat we op jaarbasis rond de 150 inboedels verstrekken. Dus dan weet je dat wel. En het is breder geworden dan dat. Want dat en zo'n inboedel verstrekken, hoe gaat dat in zijn werk? Je krijgt een gegevens van een gezin aangereikt vanuit de gemeente? De aanvragen die gedaan worden zijn wel bij een officiële instantie vandaan. Dat gaat onder andere sociale dienst, waar we pas een pilot mee zijn gestart. Sociale wijkteams, Leger des Heils, vluchtelingenwerk. Het financiële plaatje moet in kaart zijn gebracht, want anders kom je daar niet voor in aanmerking. Mm-hmm. Maar zodra dat rond is, dan de aanvraag komt bij mij binnen. En witgoed is bij ons een dingetje waar we nog wel eens mee moeten verzaken om het te kunnen verstrekken. Want het is er bijna niet. Nee. Kasten is een groot probleem, kledingkasten dan. Ja. En fietsen, maar voor de rest is alles er eigenlijk in overvloed. Daar kunnen we mensen gewoon van voorzien. En niet alleen aanvragers van meubels, we helpen ook de stichtingen om ons heen. We hebben heel veel stichtingen die we helpen met een toneelgroep. Waar we toneelkleding voor opsparen. We hebben een schoenendoosactie bijvoorbeeld. De kledingbank, daar zijn wij een depot voor. Mm-hmm. Het is veel breder dan dat. Clubhuizen of whatever, wat ze nodig hebben, is ook bij ons te halen. Dus het gaat echt veel verder dan alleen maar die 150 inboedels. Het is Recycle 1.0 geworden, daar is het eigenlijk. En je noemde net tussen neus en lippen door al fietsen. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben natuurlijk ook, want daar waren wat ontwikkelingen in. De samenwerkingspartners waar jullie mee van doen hebben, bedoel, ik denk dan altijd van, er bestaat ook zoiets als een hele grote kringloopwinkel in Dordrecht, waar je toch ook voor een redelijk budget terecht kunt gaan komen. Maar jullie zijn nog een voorziening die daarvoor ligt. Ja, de mensen die bij ons in aanmerking komen voor die meubelen, die kunnen bij een tweedehandswinkel de spulletjes niet kopen. Dat wordt wel heel lastig. Ja. Ja, dus vandaar ook dat het bij ons Maar bestaat er een samenwerking of een contact ook met
met zo'n kringlooporganisatie? Oh, we doen heel veel dingen met kringloopwinkels. Bijvoorbeeld, we hebben een enorme geweldige kringloopwinkel. Die zit in de Graafstroom. En dat is een winkel die, ja, dat is de meest bijzondere kringloop die ik ken. Ja. Die verkopen voor het goede doel. En de spulletjes die wij krijgen, die ik niet aan een cliënt geef. Engels servies bijvoorbeeld, wat ik aangeboden krijg. Mm-hmm. Dat wordt aangeboden om het door te geven aan die kringloopwinkel. Ja. Want die geven, nu is het wat anders met de corona, maar die geven een paar keer op jaarbasis een stichting. Welke stichting dan een aanvraag doet, dat wordt dan beoordeeld daar. En ze delen net zo makkelijk op een avond 15.000 euro uit. Okay. Dus het is een bijzondere winkel en daar heb ik een leuke samenwerking mee. Ja, ja, dat is mooi om te horen. En zie jij voor Geef het Dort ook een rol weggelegd in het onderwerp? Dat Inge Stevens aankaart menstruatiearmoede? Ja, absoluut. Kijk, wat bij ons gebeurt. Het is nooit zo dat er bij mij een maandverband wordt aangevraagd. Het is ook niet dat er shampoo wordt aangevraagd. Nee. Heel soms komt er iemand die brengt spullen, zoals wasmiddel, shampoo, antiklit, een luchtje, whatever. Mm-hmm. Wat ik dan doe als we een inboedel gaan brengen, maken we een tasje klaar met wat er op dat moment voorradig is. Kijk, bij een man alleen stop ik er geen pak maandverband in, als het toevallig is. Maar als daar een paar meiden rondlopen en we hebben het heel toevallig, dan stoppen we het erbij. En dan is het een tasje wat je dan geeft wat op dat moment voorradig is. Dus het zou zeker wel een plek bij ons op kunnen zijn waar we dat in door kunnen geven. Ja. En hoe kijk jij daarnaar, Inge? Denk jij dat Geef het Dort een rol zou kunnen vervullen of zou kunnen helpen om het structureler voor de doelgroep beschikbaar te krijgen? Nou, dat denk ik zeker. Omdat Geef het Dort natuurlijk met gezinnen te maken gaat krijgen die echt aan de onderkant zitten qua armoede. En ik denk dat het goed is om daar sowieso het gesprek mee aan te gaan. En als dat voorradig is, dan zou je dat ook kunnen geven inderdaad in de vorm van een tasje met daarin de behoeften die ze op dat moment nodig hebben. Ja, ja. Dus in die zin kan dat bijdragen. Absoluut. En dan misschien wat structureler dan het hele leuke gebaar van een tasje van de toevallige dingen die in voorraad zijn. Ja, want het is natuurlijk het is niet incidenteel dit. Nee. Dat komt terug iedere keer. Het lijkt me een tamelijk structureel probleem. Ja. Wat nog wat onder de radar en onderbelicht gebleven is nu. Goed om daar aandacht aan te besteden. Wat gaan we daar op korte termijn in Dordrecht nog van merken? Nou, op korte termijn gaan wij binnen nu en 2 weken gaan we, zoals ik het altijd noem, bedelen bij supermarkten en bij drogisterijen. Om aan mensen te vragen om een pak maandverband of tampons te kopen die wij dan weer doneren aan Geef het Dort. En dan op die manier weer aandacht vragen. En waar het vooral om gaat, is het uit die taboesfeer te halen. Dus veel praten. Dus praktisch gezien, je gaat bij de ingang van een supermarkt zitten. Klopt. Je vertelt het verhaal. En je hoopt dat mensen die hun boodschappen gaan doen, wat extra kopen. Namelijk maandverband, tampons, dat soort dingen. Om dat te doneren. En met vooral het doel om het naar buiten te brengen dat dit gewoon een probleem is. Ja. Nou ja, ik zal je bekennen dat het voor mij toch weer een eye-opener was om dat verteld te krijgen. Dus dank je wel daarvoor. Ik denk dat het heel belangrijk is om dat onderwerp gewoon goed beet te pakken en daar aan de oplossing te gaan werken. Ja, heel bedankt. Veel succes. Nog even naar Geef het Dort. In een bijzinnetje noemde je het woord fietsen al. Ik bedoel, bij een inboedel hoort wat dat betreft gewoon ook echt een fiets in de schuur. Eigenlijk. Want mensen moeten toch ook ergens naartoe kunnen komen. Ja. Het gaat om arme gezinnen, maar wellicht om kinderen die gewoon naar school moeten fietsen. Ja. Ouders die toch ook op de fiets ergens naartoe moeten kunnen. Jullie hebben een bijzondere samenwerking opgestart om met fietsen, met een fietsproject, nu ook aan de slag te gaan. Kun je daar wat over vertellen? Ja, dat doen we nu sinds kort met Da Vinci College. Daar zitten natuurlijk ook leerlingen die moeten gaan leren om een fiets in elkaar te zetten, het sleutelen. Ja. En op een gegeven moment ontstond het idee van, want ik zit altijd te bedenken, hoe kunnen we dat probleem oplossen? Fietsen krijgen we eigenlijk wel aangeboden, mm-hmm. maar dat zijn dan wel vaak fietsen waar heel wat aan moet gebeuren. Kijk, aan iemand die geen geld heeft, ga je geen fiets meegeven waar nog van alles aan moet gebeuren. Nee, dan heb je er nog niks aan. Precies, dan heb je er nog niks aan. Maar goed, als die fietsen aangeboden worden, die staan dan bij mij. En wat doe je er dan mee? Ik heb geen mensen die dat bij ons kunnen repareren. Mm-hmm. Want je moet daar ook plek voor hebben natuurlijk. Ja. Nogmaals, het is een terugkerend probleem.
Heel incidenteel krijg je eens een fiets links of rechts aangeboden die rijklaar is. Maar goed, die zijn ook gelijk weg. Er staat een enorme wachtlijst voor ze. Ja. Nou, de fietsen die ik nu krijg, waar wat al mankeert, die mogen we dus eens een keer in de zoveel tijd brengen we die naar de Da Vinci. Die worden daar rijklaar gemaakt, daar komt het op neer. Ja. Dus wij krijgen ze weer rijklaar terug. Dus puur praktisch gezien, Da Vinci, MBO... opleiding, ja. Onder andere voor fietsenmaker. Ja, ja. Die hebben hun oefenmateriaal op onze fietsen. Via jullie. En, ja. En die kunnen van zo'n fiets weer echt een fiets maken waarmee je gewoon de straat op kan. Absoluut. Ja, ja die en, heel lang nog mee kan. En wie binnen Da Vinci heeft zich daar zoveel ingezet dat dit nu tot stand gebracht wordt? Ja, het is heel jammer hoor, want het is een leraar, Mohammed Al-Fount. Ja. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Hij is ook zo enthousiast. En het is heel jammer, want we hebben een hartstikke leuk filmpje van hem gekregen. Die ik zelf nog wel ga plaatsen op Facebook. Maar ze hebben een enorm leuk filmpje gemaakt in het klaslokaal. Mm-hmm. En daar hebben een van de jongens heeft ook heel braaf... Een lijstje laten zien wat er allemaal nodig is voor zo'n fiets. Ja. Maar goed, dan hebben we het hier natuurlijk over de onderdelen. Zo'n fiets, het rijklaar maken op zich kost niks, want dat doen de jongens. Ja, de arbeidsuren, dat zit wel snor. Dat maar... is een win-win situatie in feite. Alleen het kost natuurlijk altijd geld. En bij GVDOT hebben we heel veel, maar geen geld. Nee. En op zo'n school is dat natuurlijk idem dito. Die kunnen wel eens die fietsen allemaal in orde maken. Maar dat kost ook geld. Ja. Dus vandaar dat ik hier zit. En hoop dat er iemand luistert en kijkt. Die een hoop onderdelen heeft liggen. Die zegt van nou dat gaan we schenken. Of structureel of is incidenteel. Dus we hebben onderdelen nodig van fietsen. Ja, oké. Okay. Je kunt hier en nu. Ik bedoel, laten we die... Die kans dan maar grijpen. Ja. We weten nooit hoeveel publiek er nu actief zit te kijken en luisteren. Maar ze kunt altijd terugkijken ook. Absoluut. Doe in de camera een oproep. Nou. Maar wel met je microfoon meenemen. Oké. Okay. Nou, degene die zit te kijken, die onderdelen heeft liggen. Het liefst heel veel. En het maakt niet uit. Binnenbanden, buitenbanden, trappers, kettingen, bagagedragers. Whatever wat het nodig is om een fiets te repareren. Heel graag een donatie hiervoor, want dat zou betekenen dat er heel veel mensen niet meer afhankelijk zijn van het openbaar vervoer waar geen geld voor is. En waar gezinnen dus gewoon kinderen naar school kunnen sturen. Hele mooie oproep. Als ik er nog een beetje op probeer door te gaan, over wat voor aantallen praten we in zo'n fietsenproject? Hoeveel fietsen probeer je via GVDORT... de weg op te krijgen? Nou, als ik nu al kijk, ik heb in mijn map met aanvragen, daar heb ik 14 aanvragen voor fietsen. Ja. 14. En ik heb er nu op dit moment niet één. Mm. We krijgen er binnenkort 5 terug van de Da Vinci, rijklaar. Ja. Maar het zijn allemaal herenfietsen, dus dat wordt ook weer lastig. Ja, dus wat dat betreft, je doet een oproep voor onderdelen. Maar ook voor fietsen. Maar je hebt dus eigenlijk ook vanuit de samenleving... van inwoners, gewoon fietsen nodig, die nog op te knappen zijn. Die, het liefst zo min mogelijk aan hoeft te gebeuren. Ja, die gebruiks... Kijk, de fietsen die we nu in de regio krijgen, want je moet zoveel aan gebeuren. Ja, dus de vraag is ook een beetje van inwoners van Dordrecht, kijk nog eens goed in uw schuur. Ja. Er staat daar een fiets die u zelf al lang niet meer gebruikt... Ja. Breng hem naar GVDORT. Of we komen hem ophalen. Of je komt hem ophalen ook nog. Dus je kunt bellen met jullie en dan wordt hij opgepikt. En dan, of een mailtje kan natuurlijk ook. Ja. En mensen die dat willen doen, die kunnen jullie vinden op een website. Ja, we hebben gewoon natuurlijk de website gvdort.nl. We hebben e-mail natuurlijk ook. info@gvdort.nl. Dus en jullie zitten op Facebook volgens mij. Op Facebook, op Twitter. Ja, dus op talloze plekken te vinden. Ja. Dus nogmaals, mensen, als je een fiets in de schuur hebt staan, leg contact met GVDORT. Ja. Het liefst een fiets die met kleine aanpassingen de weg op kan of meteen de weg op kan. Ja. Maar het Da Vinci College wil zeker ook de fietsen zo opknappen. Ja.
dat ze weer veilig en goed en betrouwbaar als vervoermiddel te gebruiken zijn. Absoluut, ja. Daar zijn leerlingen ook weer mee geholpen, want ja... dit is een win-win-win situatie. Het fietsenmakersvak, dat moet je ook leren. Absoluut. Dat heb je niet vanzelf in de vingers, dus fijn dat die opleiding er ook is. Allerlei praktische dingen die vanuit Da Vinci gebeuren. We hadden net al kijken over de dijk, wat ook via het mbo aan molenaars komt. Fietsenmakers, ik zou bijna zeggen, gebruiken jullie Da Vinci nou straks ook als meubelmaker? Ik bedoel, heb je ook met je inboedels... Nou, vooralsnog is de vraag is groot. Gelukkig het aanbod ook. Ja. Dus wat dat betreft, en het is toen ik net begon, dat is natuurlijk al ruim 5 jaar geleden. Ja. We zijn natuurlijk enorm uitgegroeid, maar dat kun je ook terugzien in de meubelen die gegeven worden. Ja, want jullie zijn volgens mij begonnen in een pand... In een kelderboxje. Men daarna in Crispijn hebben jullie gezeten? Nee, is in Wielwijk geweest. Wielwijk? Ja, okay, in Wielwijk in een heel klein kelderboxje. Toen kreeg ik later een heuse flat met een kelderbox. Daarna zijn we naar de Bosboom to Sandstraat verhuisd. Ja, die vestiging ken ik zelf dan nog. Ja, en dat pand werd verkocht, dus we moesten weer verkassen. En nu zitten we al bijna 2 jaar op de Merwedestraat. Ja. Geweldige locatie. En jullie doelgroep weet jullie goed te vinden. Absoluut, ja. Dus heel mooi dat je deze oproep hier hebt gedaan. Top, het uur zit er alweer op. Ik hoor de eindtune al. Ja. Dank je wel dat je hier hebt willen zijn. En mensen, geef het Dordt is heel belangrijk als onderdeel van de armoedebestrijding in Dordrecht.